Dit had echt de middag van Persie moeten zijn. Ja. Ja, dag mensen en hallo. Aftrappen is weer terug. Het Interland voetbal zit erop. We gaan meteen beginnen. Laten we naar de regerend landskampioen gaan. Feyenoord heeft eindelijk 2 keer op rij gewonnen. En dat ligt natuurlijk aan... Robin van Persie. Juist, RVP. Ja. Is het een aderlating dat hij er niet bij is? Want dat las ik, dat hij niet fit is. Ja, dat is zeker een aderlating, een kuitblessure. Ja, Robin van Persie, hij doet niet heel vaak mee. Maar als hij meedoet, dan is hij wel van ongelooflijke waarde voor Feyenoord. Ik heb de cijfers nog even bijgepakt. Robin van Persie maakt namelijk elke 49 minuten een doelpunt. Dat is veel beter dan Van Sol en dan Lozano, de topscorers van de Eredivisie. Maar ik dacht ook, laat ik het eens in internationaal perspectief gaan plaatsen. Robin van Persie, gewoon vergelijken met Messi en met Ronaldo. En wat blijkt, Robin van Persie met 49 minuten per goal is veel beter dan Messi, want die heeft 98 minuten nodig voor een goal. Cristiano Ronaldo, 93 minuten. Hij doet het zelfs beter dan onze eigen Bas Dost, beter dan Lewandowski. Ja, dus ze gaan hem absoluut missen tegen Excelsior. Het is ook jammer dat hij inderdaad niet tegen Excelsior speelt, zijn oude club. Ja, nee, dat heeft ook de jeugdopleiding doorlopen. Dit had echt de middag van Persie moeten zijn. Ja, er is wel goed nieuws voor de familie van Persie, want de opvolger staat al klaar. Ja, je hebt het gezien bij Feyenoord onder 12 is hier. Het, hè? 11 jaar. Of je kiel van Persie. Het is een intikkertje, maar hij juicht wel als een echte van Persie. Ja. Ja, het zal nog wel 6-7 jaar dus duren voordat we hem echt in de Kuip zien. Ja, hij is nu nog niet bruikbaar. Wie moet het wel gaan doen? Noem ik een naampje Sam Larsson. Sam Larsson, Excelsior is namelijk de favoriete tegenstander van Sam Larsson. Hij scoorde bij zijn debuut voor Heerenveen tegen Excelsior. In totaal maakte hij er al 5 tegen Excelsior. Er is geen ploeg in de Eredivisie waartegen hij zo graag scoort. Ja, dus gewoon opstellen die jongen. Duidelijk, we gaan naar FC Twente. Dit is een vooruitblikkend programma, maar we moeten toch even Gert-Jan Verbeek bespreken. Ja. Polonaise gaat uit, dat hij weg is. Nou ja, je zou zeggen van wel ja, want qua resultaten kon het niet slechter dan onder Gert-Jan Verbeek gaan. 18 Eredivisie wedstrijden zat hij op de bank, de verlosser van Twente. En ze wonnen er maar eentje, dus ja, dan is het heel logisch dat het Futsi is. We moeten toch even benoemen, Rieke, want de vierde begroting van de Eredivisie, laatste, dat is... Ongelooflijk, dat is bijna schandalig te noemen voor zo'n club. Asaidi, Tikanouini, Maher, noem ze maar op. Gewoon allemaal hele leuke, goede voetballers. Maar Verbeek kon er geen team van maken. Verbeek kon er geen winnend elftal van maken. En dan word je de aller slechtste tegen. Ja, ik wil zeggen, we moeten eigenlijk niet natrappen, maar dit zijn de cijfers natuurlijk. Ja, percentage. Dit is een enorme trap. Nou, want Gert-Jan Verbeek heeft bij Twente namelijk 1 keer gewonnen. Nou, dat komt neer op 6% van al zijn wedstrijden. En daarmee is hij veruit. Dus alle slechtste Twente-trainer ooit. Spits Koon was dat, 82-83, met 23% gewonnen wedstrijden. Johnny van Schip deed het erg slecht, maar nog altijd dan Gert-Jan Verbeek. Ja, Gert-Jan Verbeek voor altijd en eeuwig, vrees ik, de allerslechtste trainer van Twente ooit. Naat Heden, wie is de trainer nu? Marino Pušić, ja, dat is de nieuwe verlosser van Twente. Hebben we al even aan het werk gezien. Hè? 2 wedstrijdjes deed hij eerder, toen na het ontslag van Haken tussen Haken en Verbeek. Won hij er eentje van, dus op zich best goed, best aardig track record. Ja. Maar ja, deze man, ja, wie is het, vraag je een beetje af. Hè? Laten we even kennis maken. Ja, Marino Pušić, ja, het is een Bosnische Kroaat. En qua trainerservaring, ja, FC Blok Karelion Boys, het staat er echt, 2007 tot 2009. Dat is een zaalvoetbalclub uit Beverwijk. Maar daar werd hij wel kampioen. Zoek de beelden op, mensen. Daarmee werd hij wel kampioen van Nederland. Ook in de zaal trainer geweest van Leekster Eagles, Vitesse de jeugd gedaan, NAC Breda assistent, Inter Baku in Azerbeidzjan assistent geweest en daarna pas weer bij FC Twente. Ja, dit is de man die, je weet het niet, maar deze man moet FC Twente gaan redden. Heel veel druk op hem. En als het ergens moet lukken, is het wel tegen VVV. Ook een ploeg die uit vorm is, toch? Nou ja, VVV heeft al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie. En er is maar 1 club die het slechter doet. 12 wedstrijden op rij niet gewonnen en dat is FC Twente. Dus ja, ik denk dat het een gelijk spelletje wordt, want het zijn 2 clubs die niet meer weten hoe ze moeten winnen. Duidelijk, we gaan naar de landskampioen, althans de beoogd landskampioen. Iedereen heeft het al over 15 april, hè? Dik gedrukt, PSV Ajax. Ja. Laten we even naar NAC gaan, de tegenstander. Alleen maar goed nieuws, toch, voor de Bredanen? Ja, want Stijn Vreven zit zijn laatste wedstrijdschorsing uit. Ja. Ja. Dat klinkt een beetje gek, dat klinkt een beetje hard, maar het is echt zo. Want hij was 3 wedstrijden geschorst. Ja, en daarvoor was hij ook al een keer geschorst. Dit wordt zijn 5e wedstrijdschorsing. Hè? En waarschijnlijk komt er hierna wel weer een paar wedstrijdjes schorsing, want een scheidsrechter is niet foutloos. Nee. En Vreven die zit wel eens met een woedeaanval. En hoeveel punten heeft hij met en zonder Vreven? Nou ja, het bijzondere is, NAC zonder Vreven pakt gemiddeld 1,2 punt per wedstrijd, zien we daar rechts staan. En NAC links met Vreven, 0,9 punt per wedstrijd. Dus ze doen het eigenlijk beter zonder Vreven. En hetzelfde geldt voor tegengoals per wedstrijd. Met Vreven op de bank 1,9 goal tegen goal per wedstrijd. En zonder Vreven maar 0,8. Dus ja, hij zorgt eigenlijk alleen maar voor chaos bij NAC. Kan PSV tot slot nog iets doen tegen dit geweld? Tegen de Goed Nieuws Show van de Bredanaren? Nou, het tipje is wel Lucassen niet opstellen. Want PSV, hij is terug van een schorsing. Hij had rood gekregen tegen Willem II. PSV dit seizoen 3 keer verloren. En tegen Heerenveen, tegen Ajax,
tegen Willem II. Al die keren stond Lucas in de basis. Dus als je een tipje niet wil verliezen, hou hem op de bank. Philip Cocu, u bent gewaarschuwd. We gaan naar de speelronde kijken. Alleen op de zaterdag Vitesse, Roda, PEC Zwolle, Sparta, Rotterdam, PSV tegen NAC, ADO Den Haag, AZ en Willem II FC Utrecht. En dan op de zondag, om hem compleet te maken, VVV Venlo in de Kuil tegen FC Twente, FC Groningen, Ajax, Heracles Almelo tegen Heerenveen en tot slot in de Kuip Feyenoord Excelsior. Gaat dat zien? Wij zijn er volgende week weer. Wij danken u. Dag.